Dit zijn Sven en Jonas. Zij gaan vandaag bloed geven op het bloedserieus evenement in Gent. 16 december 1994. Merci. Ik ben nu een medische vragenlijst aan het invullen. Waaronder bijvoorbeeld dat ze vragen of ik een vaccinatie heb gehad, of ik al lang eens naar het buitenland ben geweest, of ik zwanger ben. Ik ga nu naar de arts en die gaat zien of ik wel degelijk bloed mag geven. Ik ga mijn vragen stellen en mijn bloed weer controleren. Ja, alles is goedgekeurd nu, dus ik mag eindelijk bloed gaan geven. Dus nu naar beneden gaan. Het is uw eerste keer of dat je bloed geeft? Ja, de eerste keer. Vorige keer ben ik ook geweest, maar door omstandigheden mocht ik geen bloed geven. Ah. Dus ik ben wel een klein beetje nerveus, maar het zal wel goed aflopen zeker. Staaltjes voor controle en mijn zakje. En nu nog wachten tot wanneer er plaats is om bloed te kunnen geven. Ik ben nu al eens een keer bloed gaan geven, maar het is nog een tijdje geleden, dus ik ben weer wat nerveus. Dus we zullen zien. Het is gedaan. Nu even wachten op een verband en dan kan ik weer weggaan en is alles gedaan. Oké, merci. En bedankt. Kei graag gedaan. Dat was eigenlijk nog wel. Ik viel echt nog wel goed mee. Oké, ja, we komen juist terug van bloed geven. Dus we hebben onze goodiebag gekregen. En er steekt van alles in. Oh, de suikerwafel. Bekje bier. Deo. Kun jij wel gebruiken? De schamper. Schamper. Strip van Suske en Wiske. Ja? Je krijgt er een vergoeding voor. Dus echt, mensen, kom bloed geven. Het is echt nog plezant. Het duurt niet lang. Nee. En uiteindelijk, je moet er niet veel voor afgeven. Je krijgt er zelfs nog iets voor. En je helpt heel veel mensen.